Romke, wat gebeurt daar? Blijf niet vallen. Stralende mooie dag met een verdrietig randje. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 2 oktober. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben van het kanaal Een Vloggende 50-plusser. En we zitten in de auto. We gaan onderweg naar Celine. We gaan bij de moederkat en het jonkie kijken. En we gaan ook eventjes bij haar paard kijken. Want daar zijn we ook alweer een poosje niet geweest. En dan hoop ik dat het droog blijft. Want het is nog wel droog, maar het dreigt wat. Dus ik hoop het maar, want ik ben even leuk om daar weer eens even te filmen ook. Jullie gaan gezellig mee. Hey Jack. Wat waait het? Zit hij die zweep op te eten? Ja, een collega van mij die zei, net als je een foto van Jack post, lijkt het alsof het heeft gesneeuwd. Ja. Goed zo. Kan achteruit. Oh, netjes. Hij gaat er beter uitzien, vind ik. Ja, lijkt mij ook. Wat doet hij nou? Jeuk, denk ik. Oh, jeuk. Ja, vind ik ook. Hoe dan? Nou, gewoon. Hij doet zijn pootje al omhoog, zijn been al omhoog. Dan moet naar voren. Maar weet je wat het vet grappig is? Nee. We zullen hier komen. Zeg maar, die stippen, dat is zeg maar dikker haar. Zie je dat? Ja. Grappig, hè? Hij ziet er anders uit te zetten, Tony hier net was. Ja, hij ziet er beter uit. Ja, dan kijk ook de haar ook. Of kijk je nou een vacht of zo? Weet ik niet. Ja, echt. Hij is mooier. Ja. Ja, vind ik ook. Romke, wat gebeurt daar? Word je opgegeten door die stumper? Oh, die wil nou nooit meer mee. Rustig, schat. Ja, moet jij even Romke houden?
zit bij Celine in de auto. Bij Maxime. Die rijdt als een idioot. Die rijdt als een malle. We gaan nou naar Celine huisje toe. En dan gaan we even die kattenbeestjes filmen. Maar ja, ze is nog steeds heel schichtig. Dus we moeten het even één voor één doen. En ja. Omkopen. Met lekkere snoepjes. Ik vind dit dus best wel eng als je zo hard rijdt op van die smalle kleine weggetjes met tegenliggers. Nee, dat wil ik ook niet weten wat je 's ochtends doet hier. Ze wil niet in beeld trouwens, volgens haar ziet ze er niet uit. Mensen, ik heb de prachtigste dochter van de hele wereld, dus... Maar ze wilde dus niet op. Nou, helaas pindakaas, jullie weten niet wat jullie missen. Maar toen houden wij nou niet zo hard. Remy, hè? Ken je oma nog wel? Hé? Hé? Nee, Elton ook, die pakte ik ook even op net. Meegeknuffeld. Nou, Chris is spoorloos verdwenen. Die is verkeerd gereden. Dat denk ik ook. Die zat niet. Hier hebben wij Elton. Hi, schat. Hé. Hey. Hé, hey, oudje. Oudje. Hé. Hey. Oh, kijk nou, lief. Oh, dit is lief. Oh, kijk nou. Dat is een handvol, hè? Een heel klein ratje. Maar zie je, die pootjes zijn al helemaal grijs. Ja. Die oortjes. Een grote poten heeft hij. Breed. Ja, hij is groot. Breed. Oh, kijk nou hoe lief. Het is echt, ik zal hem even wegen. En hier zit mama. Hé, hey, poesie. Oh, dat is ook een kleintje. Nee, 207. Dus gisteravond was hij 198. Is hij echt goed gegroeid? Oh, hij is aan het zoeken naar mama. Die mama zit achter je, schat. Oh. Het is echt een Noahtje, hè? Ja. Ja. Oh. Die zwart is ook klein. Ze is 2,5 kilo. Oh, klein beestje. Ja, ze is heel klein, maar ze is ook dun. Vandaag en ik loop in sneeuw. Ik loop vlak bij de Pampeskar is dit geloof ik. En ik moet even rompjes poep weggooien. Ik ga zo even naar de Christen moeder toe. En Rompke moest nog even uit. Dus ik zei, geef mij die paraplu maar. Ik doe het wel. Want ik was gisteren ook nog helemaal niet met hem bezig lopen. En Chris wel. Dus het is nu mijn beurt. Maar ik moet even zien waar ik die poep kwijt kan. Oh, hier zijn bakjes. Ik had al twee dames gevraagd, maar die zijn aan het eind van dit pad. Maar dat is hier dus. Nou, zien we sneakers van de andere kant. Een hele goede middag. Het is vandaag maandag. Het is vandaag maandag 4 oktober, dierendag. Ja, het is dierendag vandaag, Romke. Ja, ik kom net terug uit het werk. Dit wordt weer een weekvlog, ja, want van het weekend hebben wij niet veel gedaan, want het was natuurlijk slecht weer. De boot gaat waarschijnlijk deze maand toch ook naar de winterberging. Dus we zijn bezig geweest wat spullen op te halen, we zijn bij Celine geweest. En ik weet niet hoeveel beelden dat zijn en hoeveel tijd het is, maar ik maak er toch maar even een weekvlog van. Ik zal eens even kijken of deze hond mee wil. Ga je mee uit? Ja? Ga je mee uit zo? Even wandelen? Even poepie doen?
plasje doen? Ja? Gaat lukken? Hallo. Kom dan. Kom eens overeind. Kom maar. Kom. Kom eens overeind. Kom nou. Nou. Hey. Ga je nog mee? Je moet er toch even uit, schat. Hey, kom nou. Dat is ook wat zeg. Kom op. Kom. Ja hoor. Goed zo. Ja. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Het is nog geen 7 uur. Ik ben Romk aan het uitlaten. En dan ga ik zo denk ik lekker fietsen naar het werk. En het is een beetje mistig. En het is donker. Elke ochtend is het weer een beetje donkerder. Goedemiddag, het is vandaag vrijdag. Stralende mooie dag met een verdrietig randje. Vanmorgen belde Celine mij al heel vroeg. Ik denk, ik was net uit bed, denk ik, 6:15, zoiets. Belde ze me huilend op dat Elton, een van die katten van haar, die zwarte, die deed raar, die viel steeds om. Ze kwam uit bed en toen trof ze hem op de kattenbak aan en toen wou hij eraf en toen viel hij om en toen begon hij wat stuiptrekkingen te krijgen en dergelijke. En ze was helemaal in paniek. Ze wilde eerst naar een andere kliniek toe. Ik zei, ja, maar lieverd, hoe laat moet je zelf beginnen? Nou, 8:00. Ik zei, neem me gewoon mee naar je eigen kliniek. Hè, want ik had al zoiets van, hier is toch niks meer aan te doen waarschijnlijk. Maar ze heeft een hele lieve baas, een hele lieve dierenarts. En die zei van, kom maar eerder. Ik kom ook eerder. Dus toen is ze met hem naar de kliniek gegaan. En ja, het, het,
Het was einde verhaal. Het was hopeloos. Ja, hij is een jaar of 17, 18. En waarschijnlijk was het een TIA. En waarschijnlijk ook had hij trombose. Hele lage pols had hij. En nou ja, ze hebben hem een spuitje gegeven. Dus dat was, ja, dat was heel verdrietig. Ik ben van het weekend nog bij haar geweest. En toen had ik al zoiets, ik moet eens even weer bij die kattenbeestjes kijken ook. En toen dacht ik nog van, nou, die oude is er nog steeds en die doet het ook goed. Vrolijk, spinnen, kwam op me af. Ik heb even heerlijk met hem geknuffeld nog. En ja, nu dit. Elton was niet lief voor de andere twee, dus die zullen het niet zo erg vinden. Want ja, Elton die mapte Noah en Remy de tent uit. Dus ze waren ook nooit bij elkaar, ze hadden ze altijd apart. Maar voor Celine was het een hele lieve kat, heel aanhankelijk. En, ja, ik vond het ook een lieve kat. Maar ja, hij was al heel oud natuurlijk, blind aan één oog. Dus ja, ja, even verdrietig. Nou. En toen was het alweer vrijdag. Ja, lieve mensen, er is weer een eind gekomen aan deze vlog. Ik dank jullie weer hartelijk voor het kijken. Steek nog even dat duimpje omhoog als je een leuke vlog vond. Abonneer je ook nog even op mijn kanaal, daar zou je me heel erg mee helpen. En druk dan ook even dat belletje in. Dan krijg je altijd een berichtje wanneer ik weer iets geüpload heb. En dan hoop ik tot de volgende vlog. En dat wordt hoogstwaarschijnlijk weer een bootvlog. De allerlaatste bootvlog. Echt de allerlaatste bootvlog. Doei doei! Nou, we hebben vlakbij gauw een plekje gevonden. Hele consternatie net. Een dronken in het water. We hadden net zijn zwemvest af.